Kijk, daar is hij. Normaal loopt hij een stuk harder, hè? Daar staat hij onbekend. Hey, goeiedag. Goedemiddag. Hey. Tijdje niet gezien. Ja, het is even geduurd. We gaan direct de test doen. Ja. Gaan we hier omkleden? Ja, dat is goed. En jammer dat je tegen de Oekraïne niet bij was, hè? Ja. De man was in topvorm. Hier omkleden. Ja. En dan gaan we de test doen. Een voetballer in een ziekenhuis, dat voorspelt meestal niet veel goeds. In dit geval is dat anders, want Jens Torenstra bezoekt de sportafdeling van het Medisch Centrum Haaglanden. Hij doet dat voor zijn periodieke conditietest. Sportarts Hans Tol begeleidt de test. ADO Den Haag doet deze testen vaak. Ze hebben een hele innovatieve medische staf met Jurgen Segers, Edwin Coret en Ed Beefting. En ik denk met de gedachten die zij hebben lopen ze echt voorop in Nederland. Ze testen hun spelers heel vaak en dat doen we eigenlijk samen met hen. Dus wij testen ze hier op de loopband. En als we willen kunnen we ze ook daar op het veld testen. En Jens heeft afgelopen keren ontzettend goed gescoord. Echt boven gemiddeld. Dat heb ik nooit eerder gezien bij een eredivisiespeler. Ja, dat is leuk om te horen. Ja, mij zeggen al die dingen natuurlijk niet zoveel. Maar ik loop gewoon mijn rondje daar. Of ik loop op die band en de dokters moeten maar kijken wat het allemaal inhoudt. Heb je zelf nou het idee dat je jezelf ten opzichte van anderhalf jaar geleden nog hebt kunnen verbeteren, conditioneel? In het begin, ik kwam natuurlijk van 2 keer trainen af of zo. Dus in het begin had ik het wel zwaar. En nu merk ik wel dat ik het wat makkelijker heb qua conditioneel oogpunt gezien. Ja, vandaag een test. Is dat belangrijk voor jou persoonlijk om te weten hoe je ervoor staat? Ja, ik denk dat het altijd wel leuk is om te kijken hoe je lichaam ervoor staat. En dat kan wel een leuke aanduiding zijn. Succes, hè? Dankjewel. Dus je loopt nu heel rustig in op 8 km per uur. Nou, dus wat met deze test eigenlijk meten. En dat zijn twee curves die kun je hier eigenlijk op het scherm zien. Het blauw is de zuurstofopname en de rode is de CO2, dus dat is je koolzuur. En we weten als die lijnen bij elkaar komen, dan ga je verzuren. Verzuring kent iedereen. Iedereen heeft wel eens hard gelopen in een wedstrijd gespeeld. En verzuring, op dat moment, dat hou je maar beperkt vol. En als je dus een speler zoals Jens bent, een middenvelder, die wil zo laat mogelijk die verzuring krijgen. Want dat betekent als zijn tegenstander eerder verzuurt, kan hij ook achteraan lopen of er overheen gaan zonder dat hij verzuurt. En op het beslissende moment waarbij die andere energiestoffen nodig heeft, heeft hij voldoende over. Dus het is van belang dat het omslagpunt, dus het moment van verzuring, zo laat mogelijk komt. Ons genetisch wonder heeft het weer uitstekend gedaan. Hartstikke goed.